heel mooi gebruik gemaakt van het licht- en donkerspel wat in het beeld te zien is. Ga zo door, zou ik zeggen. Netjes. Mijn naam is Boyce Rzeminski en ik ben portretfotograaf. En vandaag, in deze aflevering, gaan we kijken naar de bijzondere portretten die zijn ingezonden. Het eerste beeld dat ik mag gaan beoordelen is van Etienne. Etienne heeft een beeld doorgestuurd waarop een silhouet te zien is van een dame met blauw licht gebruikt. En wat mij eigenlijk een beetje opvalt, is dat je in een silhouet... Dit had ik iets beter recht getrokken, zodat de lijnen iets mooier zichtbaar zijn. Dit stoort mij een beetje. Voor de rest, over het algemeen, is het een heel mooi beeld. Mooi gebruik gemaakt van het donkere en het blauwe, waardoor het silhouet heel mooi naar voren komt. Dan gaan we naar het tweede beeld van Etienne. En in dit beeld zien we een hele mooie man die lijkt te knipogen. Heel erg mooi gebruik maken van het contrast van het licht, de scherpte, diepte. Je ziet ook heel goed dat de aandacht op het gezicht ligt en dat de achtergrond eigenlijk al heel mooi vager wordt. Wat ik anders zou doen is, ik zou de kleding iets donkerder maken. Want wanneer je hem donkerder maakt, gaat de aandacht iets meer naar het gezicht toe. Nu lijkt de kleding nog een beetje te flats, dus ik zou hem zelf iets donkerder maken. Over het algemeen is het echt een heel mooi beeld en chapeau, serieus. Dan gaan we naar het derde beeld van Etienne. Ook weer een heel mooi contrastrijk beeld. Het rood en het zwart. Zelf zit ik heel erg veel op het retoucheren van beelden. En zie ik eigenlijk nog wel kleine dingetjes zoals hier, wat verbeterd kan worden. En hier. Maar goed, dat is mijn kritisch oog als fotograaf zijn, als beautyfotograaf. Dus daar let ik wat meer op. Verder heel mooi contrastrijk beeld met het rood en het zwart. Over het algemeen vind ik dat Etienne heel erg veel gebruik maakt van het contrast. Vind ik heel erg mooi. Verder zie ik ook dat de ogen altijd wel heel mooi zichtbaar zijn. Zelfs bij dit beeld. Dus over het algemeen chapeau. Dankjewel voor het insturen, Etienne. De volgende inzending is van Naomi. Naomi heeft, ik zie hier een heel mooi beeld voor me van een mooie dame. Mijn aandacht gaat eigenlijk direct naar de ogen. Je ziet ook heel duidelijk op het beeld dat de ogen er echt uitspringen. Zelf zou ik alleen de huid iets minder blurry maken. De huid is naar mij doen geblurd, wat niet echt in de beauty of in de fashion industrie veel gedaan wordt. Maar dat is natuurlijk ieder zijn eigen keuze. Verder heel mooi gebruik gemaakt van het licht- en donkerspel wat in het beeld te zien is. Dus de aandacht gaat al direct naar het model toe en de achtergrond is gewoon pikzwart. Dan gaan we door naar het tweede beeld. Het tweede beeld wat van Naomi afkomstig is, is van een klein meisje, zo te zien. Ook hier weer, mijn aandacht gaat direct naar de ogen. Daar valt het meeste licht in. Ogen zijn ook mooi helder. Het enige wat ik weg zou halen, is denk ik deze haartjes. En vooral ook dit haartje. Zodat het beeld iets cleaner gaat worden. Het kijkt voor mij nog, voor nu nog een beetje te rommelig. Verder ook hier weer heel mooi gebruik gemaakt van het donker en licht in de foto. Mijn aandacht gaat direct naar de ogen. Waarom? Omdat ze heel erg mooi van kleur zijn. De kleur die goed zichtbaar is in de ogen. Ik vind ogen altijd heel erg belangrijk, ook in een beeld. Want wanneer ogen er niet mooi en goed op staan, vind ik dat je geen connectie maakt met de kijker. Als je ogen goed naar voren wil laten brengen in een beeld, kun je gebruik maken van een groot licht, een grote lichtbron. Dus denk bijvoorbeeld aan een groot raam waar je voor gaat staan, zodat de ogen heel mooi helder van kleur kunnen worden. Of je gaat kijken naar een lichtbron, denk het aan een beauty dish, of een grote softbox of een paraplu. En zet ze altijd een beetje op ooghoogte van de persoon. En dan komen die ogen echt goed naar voren. Dan gaan we door naar het derde beeld van Naomi. Het derde beeld is een zwart-wit foto. Ook hier weer. Mijn aandacht gaat echt weer naar de ogen. Chapeau Naomi. Goed gedaan. Het enige wat mij weer opvalt is de huid. Je ziet geen structuur. Dat kan een keuze zijn. Mijn keuze zou het niet zijn.
Omdat ik gewoon heel erg belangrijk vind dat structuur er wel gewoon mag zijn. Verder is het heel mooi qua afloop, qua diafragma. Je ziet ook daadwerkelijk dat de ogen heel goed scherp zijn en dat de omgeving al heel mooi wegvaagt. Verder is het een heel mooi rustgevend en een heel mooi stilstaand beeld. Over het algemeen, Naomi, vind ik nogmaals jouw ogen echt chapeau. Heel netjes gedaan, goed die connectie gemaakt. Een verbeterpuntje zou zijn, kijk eens een keertje naar de huid. Verder, ga zo door, zou ik zeggen. Netjes. Oké, gaan we naar Rick Jansen. Het derde portfolio is van Rick. Ik zie hier een heel mooi beeld voor me waar een vrouw in het water ligt. Leuke keuze om van een ander standpunt te fotograferen. Wat mij alleen wel opvalt zijn de wallen. Die had ik toch wel even weggewerkt. Verder ook weer heel mooi dat de ogen heel erg poppen. Want als ik naar dit beeld kijk, gaat mijn aandacht direct naar de ogen. Verder wat ik nog meer zie, is dat aan de rechterkant van het beeld dat het iets rommeliger kijkt qua haren. En aan de linkerkant is dat niet zo. Dus ik zou het eventjes weghalen. Verder wel echt een hele leuke compositie. Leuk creatief gevonden. Dan gaan we door naar het tweede beeld van Rick. Op het tweede beeld zie ik een jongen die in het licht kijkt. Ook altijd een hele goeie om goed de ogen te kunnen bekijken. Hier is ook heel mooi gebruik gemaakt van het contrast. Je ziet ook gewoon echt dat het donker afloopt. Wat ik anders zou doen, is ik zou het licht misschien iets meer laten doorlopen naar de andere kant. Zodat je nog meer het sterk gevoel krijgt van licht naar donker. Dus nog meer contrast gaat creëren. Verder is het een heel mooi, rauw en puur portret. Een goede keuze om het in zwart-wit te zetten, absoluut. Hoe dit beeld is ontstaan is waarschijnlijk, ik kijk dan altijd naar de ogen van het beeld. En je ziet hier heel duidelijk dat er een grote lichtbron is gebruikt. En het licht komt van deze kant. Dus waarschijnlijk is hier een hele grote lichtbron gebruikt. Waardoor het licht mooi op het model gaat vallen. En waarschijnlijk staat hij ook eventjes achter het model, want ik zie dat dit stukje een klein beetje overbelicht is. Dat komt waardoor dit stuk wat donkerder wegvalt. Zijn oor zal waarschijnlijk iets naar voren staan om iets meer licht te vatten. Gewoon een heel leuk, interessant beeld. En het is altijd leuk om met licht te spelen en op verschillende manieren neer te zetten om te kijken wat licht doet. Dan gaan we naar het derde beeld van Rick. Ook hier weer heel mooi sterk contrast. En ook hier weer kijkt het model naar de lichtbron. Dat kun je zien in de ogen. Het licht komt van boven. Want je ziet ook dat op deze kant van het gezicht het meeste licht valt. Waardoor het licht wat verder gaat, dus het afvallicht, dat wordt heel zacht. Waardoor het eigenlijk uitloopt op zwart. Ik vind het wel een heel bijzonder beeld. Omdat ook hier weer het model naar de lichtbron kijkt. Je ziet heel duidelijk waar hij naartoe kijkt. Maar ook weer niet. Dus het is heel interessant van wat denkt die persoon nu eigenlijk. Verder echt chapeau Rick. Mooi gedaan. Mooi met contrast gespeeld. Als ik kijk naar het algemeen van de foto's van Rick. Vind ik het laatste beeld toch wel het sterkst. En vind ik het eerste beeld iets minder. Als ik dit mag zien als portfolio, dan zou ik ervoor kiezen om dit beeld wel eruit te halen. Want dit verzwakt wel je portfolio. Deze twee beelden, die laatste twee, die zijn heel sterk. En ga daar vooral echt mee door. Dank jullie wel voor het insturen van deze prachtige beelden. Ik heb zoveel diversiteit gezien. En dat vind ik als fotograaf toch wel echt belangrijk. Want hoe mooi is het om jezelf te laten zien. Wil jij nou ook beoordeeld worden door een professionele fotograaf? Gebruik dan de hashtag die hier beneden komt te staan. Zodat jij ook gezien gaat worden en beoordeeld mag gaan worden. Bedankt voor het kijken.